boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Ik ben dus altijd Dillen, zoals jullie weten. En ik maak, zoals jullie weten, EAFC content, of daarvoor wat het FIFA content dat ik maakte. Maar met de aanloop naar FC 25. En ja, het is bijna zo goed als gedaan, FC 24. En ja, wil ik toch wel een beetje bespreken wat ik ga doen dus bij FC 25. Dus zet jullie schrap voor leuke content. Eerst en vooral ga ik een untradable RTG doen. Zoals ik nu eigenlijk aan het doen ben, heb ik ook untradable RTG aan het doen. Oké, ik heb ook een tradable speler een evolutie van gedaan. Dat was in FC 24, dat was Nsingi. Zijn footies, evolutie. Maar dat is iets anders omdat ik dat wou doen als eigenlijk OHL speler en ik wou die dus ja upgraden naar een 95 regeltje. Oké, maar wat is nu het plan? Ik doe een untradable first owner untradable RTG. Dus zou dat zeggen, alle spelers die ik tradable pack, ook al zijn het goede spelers zoals walkouts en special cards, die hou ik bij. Of die verkoop ik als bijvoorbeeld zo'n walkout, alleen zo'n special card een duur is, verkoop ik die voor dan coins te hebben voor een SBC te kunnen doen. En waarom speel ik alleen maar met untradable first owner spelers? Omdat ik zoiets heb van, ja, ik wil enkel met untradable spelers spelen, omdat ja, ik heb toch een RTG. En veel mensen zouden zeggen van, je hebt een RTG, koop spelers. Maar ik ben zoiets van, ik heb een RTG en ik wil alleen maar clean spelers hebben in mijn RTG. Dus wat heb ik dan? Ik heb wel, zoals ik nu had, ik heb ook heel veel geluk gehad dat ik zoveel icons heb gepakt doorheen het jaar. Anders had ik zo'n goed team niet gehad. En bij een untradable RTG doe ik dus, ja, was de naam zegt het zelf, first owner untradable, zoals ik nu eigenlijk gedaan heb bij FC 24. Heb ik ook heel, had ik ook al eigenlijk wel in het begin een goede squad staan. Dus ik heb nu ook, ik heb zoals vorig jaar heb ik ook EA Play. Dus wat wil dat zeggen? Dat ik ook nog de proefversie van 10 uur kan spelen. Dus als ik, ja, ik heb sowieso al een headstart voor degene die de standaard editie hebben gepreorderd en die geen EA Play hebben. Dus wat wil dat zeggen? Dat ik op de eerste vrijdag van EFC, dat kan, ik weet niet juist wanneer het uitkomt, 28 september dacht ik. Is zien. De 10 uur gameplay komt op 21 september uit, dacht ik. Nee. Wacht. 30 september denk ik dat FC 24 uitkomt. Dus op 23 september, dat is een vrijdag, kan ik al aan de content beginnen. Kan ik dus al, ja, de mijn team al opbouwen. Kan ik beginnen met welkom backpacks als die er zijn. Kan ik beginnen met mijn team op te bouwen. Kan ik beginnen met SBC's te doen. Kan ik beginnen met potjes te spelen. Gewoon worden aan de game. Kan ik misschien al op zondag mijn rewards claimen van de squad battles. Kan ik al zorgen dat ik al een goed team heb tegen dat de game uiteraard begint. En Ik denk dat ik dat ook iets ga streamen. Ik weet het niet. Dus zoals jullie weten heb ik dus dan
een RTG. En dus omdat ik EA Play heb, kan ik de RTG ook al een weekje vroeger starten. Dus dan heb ik al op vrijdag, de vrijdag dat de game uitkomt, heb ik dan al een heel goede team staan eigenlijk. Dus dan heb ik op 30 september heb ik al een heel goed team staan. En kan ik dus ook mijn team laten zien aan jullie. En kan ik mijn starter team eigenlijk doen. Wat ik ook ga doen, is zoals FC24, heb ik ook een Team Unite pack opening geüpload. Dus ga ik deze jaar ook doen. En begin geloof ik vanaf begin december begin ik met packs op te sparen voor dan de Team of the Year pack opening. Nu had ik ongeveer van 300 en ik had om en bij de 400 packs dat ik geopend heb. Ik open nog packs tot begin december. Dus, en dan ga ik beginnen sparen. Af en toe gaat er misschien wel eens een packje geopend worden. Als ik nog spelers nodig heb voor een SBC of als ik... Ja, je weet wel. Maar voor de rest ga ik van mijn packs afblijven. Dat ik een Team Leader pack opening kan doen. Wanneer dat Team Leader volledig in packs is. Dus de twee squads. De mannen squad en de vrouwen squad. Als die volledig in packs zijn. Gaan we een zaterdagochtend een opname doen. Ga ik zaterdagochtend een opname doen. Voor dan de... Nou, de FC25, Team Unity pack opening. Wat ik ook ga doen is over een weekje of zo. Deze video komt online voordat ik in Center Parks ben. Dus dat is de week dat ik in Center Parks ben, komt er ook nog een EFC video online. En daar ga ik ook in opnemen. Maar dan komt er op een vrijdag een video uit over mijn beste packs. Ik ga dus mijn beste packs van FC24 in de video steken. Er komen ook packs bij Futies, zoals jullie weten. Mijn team hier, De Bruyne, gaat erin komen. Dat is dus zo'n beetje de bedoeling. Dat ik nu eerst FC24 ga afronden. En daarna, misschien aan het einde. Nee, ik ga misschien nog content maken voor FC24. En aan het einde van de rit, een week voordat de FC25 uitkomt. Dus een week daarvoor, of de dinsdag daarvoor, moet ik nog zien. Komt dus mijn video van de beste packs van FC24. Dus ja, let's go. Ik check jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Dat is vrijdag. Ik weet niet juist. Let's go. See you guys in a new video. Let's go. Bye bye.